vrijwilligerswerk is gewoon onmisbaar. Maar wat doen de vrijwilligers nou bij de Glent? Kom, we gaan ze vragen. Vrijwilligerswerk is werk wat je doet naast je gewone werk, wat niet betaald wordt, maar wat je wel heel leuk vindt. Ik vind vrijwilligers vooral belangrijk en gelukkig vindt Plurijn dat ook. Omdat voor ons het heel normaal is dat je mensen in je omgeving hebt die niet betaald worden om met jou om te gaan. Vrienden, kennissen. Heel veel van onze cliënten hebben dat niet. En dan is het heel belangrijk dat je mensen hebt die bij jou op visite komen omdat ze jou leuk vinden. En niet omdat ze nou elke maand betaald krijgen om voor jou te zorgen. Wat ook heel belangrijk is. Maar dat andere is ook heel belangrijk. Ja, ik denk dat de jongeren heel veel baat bij zo'n restore hebben. Omdat ze gewoon hier de spullen gewoon op kunnen halen zonder dat ze daarvoor hoeven te betalen. Dingen die ze hard nodig hebben, bijvoorbeeld pannen of bestek. Dan kunnen zij hier komen en gewoon de pannen en bestek uitzoeken wat ze willen hebben en dat meenemen. Waarom doe je hier eigenlijk vrijwilligerswerk? Ik begeleid hier een aantal kinderen in het atelier, Atelier Gerbera. Omdat schilderen en tekenen mijn passie is. En deze ruimte heel erg fantastisch is. En ik samen met de kinderen hier mijn hobby mag uitoefenen. Nou, zoals je al ziet hier heb ik allerlei soorten fietsen staan die ter reparatie worden aangeboden. Ook oude fietsen, waarvan ik dan soms alleen en soms met jongeren probeer weer nieuwe fietsen van te maken. Zoals die fiets die hier achter staat, die rode fiets, is een samenraapsel van twee oude fietsen en is één nieuwe fiets van gemaakt. Ik zou het wel leuk vinden als er nog jongeren zouden zijn die zeggen van, goh Henk, ik vind het ook leuk om aan fietsen te sleutelen, ik wil graag met je meedoen. Ik doe zelf vrijwilligerswerk en wat ik er fijn aan vind, is dat je er vooral heel veel plezier in kan hebben. Omdat je ziet dat iemand anders er plezier van krijgt, ja, dat geeft jezelf ook een goed gevoel. Je kunt je als vrijwilliger aanmelden via de Plurijn website. Daar staan ook alle vrijwilligersvacatures. Je kunt altijd een mailtje sturen naar info.vrijwilligers@plurijn.nl. En als cliënten een vrijwilliger zoeken, dan kan dat altijd via de persoonlijk begeleider of eventueel via de mail. En op intranet staat ook heel veel informatie over vrijwilligers. Heb je ook nieuws en wil je dat delen? Mail dan naar redactie@plurijn.nl en wij regelen de rest. Houdoe en tot de volgende keer.